Hoi allemaal, wat leuk jullie te zien. Nee, die schrik, ja, die is heel gek, maar ik heb zo'n blog en ik heb mijn haar gekruld. En ik vind het wel leuk. Ik maar zeg, nou, laat ik eens eerst beginnen. Leeg is leeg. Want het is behoorlijk wat. In ieder geval zeggen, twee keer mijn haar geverfd. Zo weer een aantal tijd tussen, dus vandaar twee. Ik haal ze altijd als ze in de aanbieding zijn. En een Lenore wasverzachter opgemaakt. Een Fleuriel Renew. Zwart opgemaakt. Een Hamam scrub opgemaakt van Action. Ik ga hem niet nog een keer kopen. Nee. De geur ging op een gegeven moment tegen zitten, dus nee, niet echt mijn ding. Ik heb een slak oogserum opgemaakt wat in de adventkalender zat. En de gel, die heb ik opgemaakt. Dat is trouwens een goede combo. Maar ik heb alweer wat anders. En ik heb de foaming face cleanser opgemaakt. Zat ook in de adventkalender. Vond ik ook heel erg fijn. Een Natterman siroop speciaal voor eucalyptus, zacht voor de keel en de luchtwegen. Perfect. Vooral voor mensen met astma. Nog een Lenore opgemaakt. Dat vond ik wat. Ik heb ook nog een Bioniman Anti-Age 60 Plus dagcrème SPS 15 opgemaakt. Die heb ik opgemaakt. Kijken we die ook beter kunnen zien. En die. Die, sorry voor mijn nagels. Het ziet er niet uit en ik zie er nu ook niet uit. Zo. Eerst even iedere dag shampoo opgemaakt. Die heeft ook een 2x shea butter Nivea opgemaakt. Ik vind het heel erg fijn. Doet hij altijd als het in de aanbieding is. Twee keer een David in mijn nacht opgemaakt. Eerst even een voetenherstelcreme opgemaakt. Kijk, zie. Die. Een Nivea 72. Dry Impact deodorant opgemaakt, Ernst. Ik heb een Yari opgemaakt shampoo, perfect. Ik heb ook een Nacht Solid Night Cream opgemaakt. Zat ook in de adventkalender. We hebben een Nestle Ciel opgemaakt. Perfect voor snijwondjes, schaafwondjes. Eigenlijk overal voor. Perfect. Een serum van de Action. Deze. Ik ga het even scherper in beeld stellen. Deze. Ik vind hem niet zo fijn. Althans, ik vond hem niet fijn. Ik heb al een vette huid, dus dat is nog erger dan dit. Het was niet erg fijn. Nog een voetencreme opgemaakt. Eerst heeft een sterrenlint opgemaakt. Een paar make-upjes opgemaakt. Een mascara. Perfecte mascara. Een wenkbrauwpotloodje.
mijn Alice in de Wonderland kan ging kapot. Dit is de beste stay, let me stay, creamy eyeshadow base. Zo goed als een leeg. Perfect voor, geschikt voor vette oogleden. Ik heb een rode klaver opgemaakt. Ik heb een Leef Vital Multivitamine 50 Compleet Plus opgemaakt. En een aantal meisjes zijn opgemaakt. Streef 4. Klopt. Dus dat is alles wat we opgemaakt hebben. Dus ik zal zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je op de hoogte.